zijn op je stad is niet iets waar je je voor hoeft te schamen. Ik herhaal het graag nog een keer. Straal het maar uit. Vertel het maar tegen iedereen die het horen wil. Hier in Almelo, hier gebeurt het. Laten we op dit mooie nieuwjaarsfestival met elkaar met nieuwe energie vooruitblikken. Laten we de kans grijpen om, al is het maar gevoelsmatig, opnieuw te beginnen met elkaar. Met het oog op de toekomst van onze mooie gemeente Almelo. Ik wens u veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Dank u wel. Er zitten wel verschillen in. Kijk, Almelo staat in het algemeen wel bekend om een iets ruigere debatcultuur. En die is in Hengelo wat ietsje rustiger. Aan de andere kant speelt er op dit moment in de raad in Hengelo ook van alles. Dus wat dat betreft zie je wel dat het een beetje naar elkaar toe kruipt. Ik ben interim wethouder omdat Anja Timmer van de Partij van de Arbeid ermee wilde stoppen. Toen heeft de gemeenteraad een advertentie in de krant gezet. Die wilde graag een nieuwe wethouder. En ik heb gezegd, nou, ik wil dat wel doen. Zeg maar tijdelijk. Nou hebben we straks 21 maart verkiezingen voor de gemeenteraad. En dan gaan mensen natuurlijk op een partij stemmen. En de partijen die daar samen een coalitie gaan vormen, die willen ook graag hun eigen wethouders leveren natuurlijk. Dat snap je ook. Dus dan ga ik ervan uit dat ik weer wat anders ga doen. Volgend jaar wordt een spannend jaar. We gaan volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen hebben, 21 maart. En daar werken we met z'n allen heel hard voor. De campagne gaat volgende week beginnen op onze VVD nieuwjaarsreceptie, de 12e januari. Is dat dus zijn opvolger zegt van ja, maar luister, we hebben het allemaal verkeerd gedaan. Ja. Het Almeloos Mannenkoor vierde zaterdagavond in de Business Lounge van het Heracles Stadion dat het precies een eeuw geleden werd opgericht. 100-jarig bestaan. En dat moet gevierd worden en dat doen we hier in de Almelo Lounge met een officieel gedeelte wat inmiddels net achter de rug is. En met alle mannen, partners en wat genodigden. Ik ga dankjewel zeggen tegen het bestuur. Ik ga dankjewel zeggen tegen onze beschermheer, de heer Trine. Ik ga dankjewel zeggen tegen mijn zangersvrienden. En ik ga ook dankjewel zeggen tegen de dames. Voorzitter Bert Sies liet de geschiedenis voorbijgaan, sprak warme dankwoorden en overhandigde het jubileumboek aan Jos Pesi, zoon van Hans Pesi. Hij overleed een half jaar geleden en had een belangrijke rol in de totstandkoming van het boek. Wat zijn de plannen van het Almeloos Mannenkoor voor 2018? Plannen voor het Almeloos Mannenkoor die zijn omvangrijk voor 2018. Want wat u misschien weet of niet weet, het Almeloos Christelijk Mannenkoor, dat zijn onze broeders in de zangkunst, die bestaan dit jaar ook 100 jaar. Dat is in juni. En het voltallig bestuur is hier ook aanwezig. En we hebben elkaar gevonden om in 2018 gezamenlijk twee jubileumconcerten te geven. Eentje is op 21 april in de Grote Kerk. En de andere is op 23 december, een beetje een kerstsfeer, in de Sint-Georgius-Basiliek. Dus dat zijn de plannen voor het jaar. En dat is een omvangrijk programma, want we hebben een symfonieorkest, Cecilia, van oorsprong uit Almelo. We hebben een professionele bariton, Martijn Sanders. En we gaan gezamenlijk een aantal werken opvoeren, maar ook doen we ieder een eigen deel, want we hebben een eigen identiteit. We zitten volop in de voorbereidingen. De voorbereidingen die zijn heel vriendschappelijk, heel spontaan, met heel veel vertrouwen in en naar elkaar, maar met heel veel respect voor elkaars opvattingen.
En ik denk zelf dat daar heel iets moois uit gaat komen. Hoe is het met het aantal deelnemers? We zijn soort nog heel erg tevreden, want ook het weer werkt prima mee. Dus ik denk dat de dag wat dat betreft geslaagd mag zijn al. Ik zag heel veel auto's op de parkeerplaats staan. Volgens mij is die al vol. Dus meer dan verwacht is. De parkeerplaats, we dachten nou er ruim voldoende aan, maar die is helemaal overbezet al. Dus we hopen straks dat de auto's wat gaan reguleren, dat de eerste weer weggaan, dat de volgende weer kan parkeren. Als eerste nieuwe ondernemer die gecoacht werd door de stichting Start Je Winkel in Almelo, opende Zoe Laupatti haar zaak. By Zoe Food Lifestyle is te vinden in de Grote Straat Noord, schuin tegenover Rohof. En toen burgemeester Gerritsen hoorde van haar plannen, bood hij onmiddellijk aan om By Zoe Food Lifestyle te openen. Een dag die hier aan de Grote Straat Noord het begin inluidt van weer een nieuwe winkel. In, laten we maar eerlijk zijn, een kwetsbaar deel van onze winkelstraat. De Grote Straat Noord is kwetsbaar. Waar het vroeger de citypromenade was met veel drukte, is het nu toch op een aantal plekken, geeft de Grote Straat zorgen. En dan is het geweldig dat er ondernemers, meervoud zijn, die een project met elkaar hebben gestart. Start Je Winkel, waarin ondernemers, middenstanders elkaar helpen om te beginnen. Of om nieuw te beginnen, of om groter te worden, of om tot bloei te komen hier aan de Grote Straat. Nou, dit is een winkel waarin ik wil proberen om het verantwoord leven mogelijk te maken voor mensen. Dat het betaalbaar is, dat het leuk kan zijn, dat het helemaal niet saai hoeft te zijn. En ik verkoop onder andere mijn kleding van biologisch katoen in Nederland gemaakt. Nou, is verantwoord. Ik heb mijn alcoholvrije wijnen, zodat je een wijntje kan drinken tijdens je lunch. Wil je toch met alcohol, dan heb ik ze biologisch. En anders, ik heb ook nog een kleine lunchkaart erbij. Mijn kleding kan ik ook verkopen. Ja, dat is wat ik doe. En sorry, jij bent daar de eerste van die handschoen heeft opgepakt. En dat is op de eerste plaats al iets waar je heel erg trots op mag zijn. Dat je dat gelukt is. Maar wat nog belangrijker is dat het iemand is, dames en heren, die op zo'n jonge leeftijd, nog zonder een diploma, komt volgende maand, geloof ik. Hè? Nee, over een paar maanden. Over een paar maanden zelfs. Zonder een diploma op zak, maar toch daarop vooruitlopend al
ondernemer wil zijn? Ja, ik ben 18 jaar, dus het is inderdaad nog wel bijzonder. Ik ben de jongste van, ondernemer van Almelo. Die titel mag ik ook dragen en daar ben ik heel trots op. Ik ga nog naar school. Ik moet toch ongeveer nog tot juni. Als ik mijn examen haal, ben ik klaar. En daarna ga ik vol voor de winkel. Dus nu zal ook de openingstijden zullen ook wisselend zijn, omdat ik een BBL-opleiding doe. Ik werk nog ergens anders, maar hou dan de Facebook en Instagram in de gaten. Ik stel voor dat we het glas heffen op het succes van Zoe Lobatti hier bij Baizo. Een stralend zonnetje, maar een felle wind. Het was koud, bitter koud zondagmiddag in Aardorp. Net als bij een echte Elfstedentocht. U loopt ook weer mee? Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Mooi weer, hè? Ja. Nou, super. De drie E's, Evelien Bos, Evelien Bijen en Evelien Wildeboer van de stichting Avond Vierdaagse Aardorp, organiseerden net als voorgaande jaren een winterwandeling. Met vorig jaar Witte Wieven als thema en dit jaar was het de Elfstedentocht. ...180 mensen van jong tot oud trotseerden blijmoedig de kou en liepen de 5 kilometer door het dorp. Er moest gestempeld worden in alle 11 steden. En de eerste post was natuurlijk Leeuwarden, oftewel Ljouwert. Mijn vader was ook echt zo van, nou, ja, in groep 8, of in 6e klas, toen mocht ik pas Noren. En niet eerder, je moet eerst echt schaats. Nou, hebben jullie last van de kou of helemaal niet? Alleen van koude bril. Tegenliggende zon. Oh, ja, heb jij een zonnebril middels? Ja, dat was hem, hè? Het is een beetje koud, zeker wel. Nou, je bent er bijna, hoor. Ja. Na de laatste post, Franeker, op zijn Fries Vriendjer, werden ze verwelkomd door het hoorngeschal van jachthoornensemble Kiek Doris. En als beloning was het heerlijk warme snert, glühwein en chocolademelk. En echte Friese dupkes.
passano sul mar le gondole, lacide fra i sogni d'oro, ed ogni gondolier con nostalgia sospira la canzone sua d'amor. Venezia, la luna e tu, stanotte questo cuore sognando aspetterà. Het werk is weer terug uit Venetië. Het heet Ruimte voor Reflectie Venetië. En het was in Venetië, een grote wand in Palazzo Brambo, net naast de Rialtobrug. En de muur die hier helemaal te zien is, die had ik daar ter beschikking om een soort compositie op te maken. En die is nu weer terug in Almelo, met het brood hier naartoe gevaren. Hm. Het bestaat uit allemaal losse onderdelen. En die onderdelen die hebben wel te maken met Venetië. Bijvoorbeeld het blauw is de lagune. Het een beetje afgebladderde goud heeft te maken met toch wel wat afbladderende staat van Venetië. En de huiden hebben echt dat de bloeitijd toch een hele tijd terug ligt en dat op perkament geschreven werd in die tijd. Sognando aspetterà Venezia la luna e tu. Toen wij dus voor deze avond onze kaarten gingen halen, mijn vrouw die kwam hier en die vermeldde dat wij in de administratie stonden onder abonnementhouder nummer 1. Och, zegt toen de juffrouw achter de kassa, die heet het 10. Dus ik heb een aantal familieleden of kennissen meegenomen. Dus we zitten hier vanavond met z'n 10 bij elkaar. We hebben erover gesproken vanavond dat het nu de 6e keer was. Het is een prachtige traditie voor Almelo. En we doen dit samen met Esther en Jan Willem met enorm veel plezier. Dus volgend jaar kunnen we dat weer verwachten? Volgend jaar doen we weer een traditioneel Almeloos nieuwjaarsconcert. Ja. Oh,
De IJslandse kunstenaar Gudmundsson werd beïnvloed door de jaren 60 stroming Fluxus en de conceptuele kunst. De pijlvormige uitsnijding uit 1995 is spiegelglad geslepen en is even lang als de gemiddelde lengte van een mens. Time anyway, right? You guys having fun so far? All right. Roxanne.
Say nobody to the night. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Yeah, you walk the streets for Monday. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, oh, oh, you don't have to put on the red light. I loved you since I knew you. I wanna talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. You know my mind is made up. So put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's the bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, oh, oh, you don't have to put on the red light. Come on, put on the red light. Yeah, Roxanne. Put on the red light. Yeah, Roxanne. Put on the red light. Oh, come on, everybody. Dankjewel.